heldhaftige honden. Ja, ja. En daarmee begin ik met beelden die iedereen nog op zijn netvlies gegrift heeft. En eigenlijk in ons collectieve geheugen staan. Dit zijn de puinhopen van de World Trade Center na de aanslagen van 9/11. En let daarop op die hond op de voorgrond. Want dit is een van de 100 reddingshonden die werden ingezet bij de zoekacties. Niet alleen in New York, maar ook in Washington. Die werden met mandjes in de puinhopen gelaten met oogdruppels in tegen het stof en boden daarbij ook heel veel troost aan die reddingswerkers. Fotografe Charlotte Dumas, die eigenlijk alleen dieren fotografeert, raakte zo geroerd door die krantenfoto's dat zij heeft besloten om de overgebleven reddingshonden op te zoeken en te kijken of ze die kon bijeenbrengen in een serie, eigenlijk als, ja, als helden, als eerbetoon aan die vergeten honden. En van de 100 honden waren er nog 15 over en die waren door heel Amerika verspreid. Zij is gewapend met haar camera 9 staten van de Verenigde Staten doorgereisd om ze terug te vinden. En dit was er één, Moxie. En Moxie diende bij het Pentagon en heeft daar gezocht. En het valt op hoe voornaam ze erop staat. Hoe ze met wijsheid en kracht en toch ook wel een beetje droevenis de lens inkijkt. En ik denk bijna dat ze zich misschien die ramp wel kan herinneren. Daarbij viel mij ontzettend op dat ik nog nooit zo lang naar een foto van een hond had gekeken. En wat je dan ziet is die, bijvoorbeeld die details, die prachtige kleine haartjes op zijn snuit of zo'n omgekruld oortje. Ja, dat was mij eigenlijk nog nooit opgevallen. En ook ligt het aan de manier hoe ze het in beeld brengt. Want dat is heel klassiek en heel gecomponeerd. Deze foto bijvoorbeeld van Bretagne, die valt op door de lichtval. Het chiaroscuro heet dat, wat eigenlijk in alle grote schilderkunst, in alle grote fotografie gebruikt is om licht en donker aan te geven. En kijk naar die vacht en kijk dan naar dat hoogpolig tapijtje waar ze op staat. Dat gaat heel goed samen. En je vraagt je af hoe ze bij de essentie van die beesten komt, want je gaat anders kijken. En dat viel me ook erg op bij deze foto van Bailey. Hier deed ze 3 dagen over om die hond zover te krijgen, om dit beeld te vangen. En daarbij vraag je dan af of jij als mens naar het dier kijkt of het dier naar jou als mens. Nou ja, dat soort vragen roept haar werk op. Ik vroeg mezelf af of honden niet ook misschien existentiële gedachten hebben. Dat komt allemaal voort uit haar werk. En ik vind het een ongelooflijk bijzondere fotografe. Eigenlijk moeten we heel erg bevoorrecht, zijn we heel erg bevoorrecht dat we haar ontmoeting, want dat is het, ze gaat echt een relatie aan met de beesten, dat we die getuigen mogen zijn van die ontmoeting middels haar foto's.